In juni staat de programmering van Nostalgienet in het teken van veteranen. Van vredesmissies tot oorlogen. En van de Tweede Wereldoorlog tot Afghanistan. In het speciale themauur van deze maand onder meer filmbeelden van de Slag om Arnhem. Een leger van parachutisten daalde in die septemberdagen van 1944 bij Arnhem neer. Prins Bernhard te midden van veteranen. Wat ik u wel wil zeggen is dat de Nederlandse soldaat tot de beste behoort die daar zijn. En Nederlanders in Korea. De Van Galen gaat in de Koreaanse wateren de Evertsen aflossen, die dan 10 maanden deel heeft uitgemaakt van de zeestrijdkrachten van de Verenigde Naties. In oorlogsverhalen vertellen direct betrokkenen hun verhaal achter oorlogsmonumenten in Nederland. Toen mijn vader dus wegliep door de tuin, besefte ik toen niet goed dat dat dus de laatste keer dat ik mijn vader eigenlijk levend gezien heb. Veteranen staan ook centraal in de documentaires In Vredesnaam over Nederlandse veteranen van Korea tot Kabul. En Groetjes uit Libanon over blauwhelmen en hun vredesmissie in oorlogsgebied. Op het moment dat ik bezig was met die granaat hoorde ik een tik. En dan wil je eigenlijk zo wel weggooien. Dus je bukt ook wat. Maar ja, dan 3 seconden heel kort. Dan is 3 seconden heel kort. Daarnaast gaan we in juni verder met bekende series als De Mooiste Plek van Nederland. Een bijzonder jaar. En Laat maar zitten. Ik ben alleen maar gekomen om met eigen ogen te zien dat jij de boel niet beluistert. Dat is een goeie. Dit en meer in juni op Nostalgienet. Kijk voor meer informatie in de programmagidsen of op nostalgienet.nl.